Deurbel, hier zo in Spakenburg. Tijd voor een pittige vrijdag. Let's go. Ja, ik ben gewoon al mijn hele leven voor naast en het is mooi om hier te zijn. Ja? Wat gaat het worden? 1-3. 3-1 voor IJsselmeervogels. Ik sta hier met? Ruben. Ruben, uit? Uit Spakenburg. Blauw, rood? Dat denk je zelf. Zaterdag is het zover. Ja. Heb je er vertrouwen in? Ik hoop van wel. Eerste keer hier zo? Klopt, het is mijn eerste derby die ik ga meemaken. En, hoe voelt het? Ja, het is een mooie sfeer. Je ziet na afloop van de training dat de supporters iets moois hebben georganiseerd. Vuurwerk. Hoe voelt het druk? Hoe voel je het nu al, zeg? Ik moet zeggen dat ik... Ik hou er niet meer dan een gezonde spanning aan over. Je ziet het, we doen een beetje aan budgetteren. Ik dus, zie het. Microfoontje. Karen gehoord hier. Hey, zaterdag. Wordt het nou eindelijk een keer een winst voor een van de twee ploegen? Of wordt het weer een gelijkspelletje? Als er winst is, is het voor ons. Ja, ik ga niet zeggen dat zij gaan winnen natuurlijk. Ja, oh, jullie gaan winnen. Ja, tuurlijk. Als je van Utrecht winnen en van PSV net niet winnen, weet je wel. Dan moet je van IJsselmeervogels moet je toch gewoon een rotschop geven. Die moet je dan oprollen. Ja, precies. Maar eigenlijk ook de rest van de competitie zou je dan moeten oprollen. Maar dat gebeurt ook niet altijd. Nee, niet altijd. Maar goed, toen hadden we de ogen op PSV, hè. Oh, daar lag de focus. Achterliggende gedachte. Dus ja, je wil wel spelen tegen PSV, toch? Ja, je wil wel spelen. Dan ga je niet volop knokken. Maar je wil winnen eigenlijk. Ja, tuurlijk. Maar dat is niet gebeurd. Nee, dus er is nu ook kans dat je gaat verliezen? Nee joh, deze pakken we gewoon. Maar de derby allereerst, het allerbelangrijkste? Ja, 100%. Maar die gaan we gewoon winnen. En dan feestje? Daar gewoon een hele avond gek. Hè. Mooie dames? Ja, dat hoop ik wel. Nu een oproep naar de mooie dames, zeg maar. Mooie dames, ik ben zaterdag bij IJsselmeervogels in het sporthal te bevinden. Oké, okay. Kleine voorspelling. Zo, ik ga voor een 2-1. Ja, maar waarom timide nu? Waarom ga je er niet gewoon vol net als toen, gestrekt been, hupsakee in? Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, je hebt er wel een gevoel bij. Je staat hier elke week. Ja, als ik het aan iemand moet vragen, ben jij het? Ja, omdat er denk ik ook een hoop spelers zijn weggegaan die het één geheel maakten. Zoals? Zoals Van der Meijerakker. Toch voorin een belangrijke. Ja. Je mist hem een beetje, hè? Ik het? Ik zie een beetje liefdesverdriet. Hij kijkt zo weg naar de horizon van de Meijerakker. Nee. Nee? Wil je nog één ding dan tegen hem zeggen? Zeg het nog, en dit is je kans. Danny, we houden er nog wel van je. Kom terug. Ja, nee. Nee, oh, dat niet. Oh. Waar kijk je meer naar uit? Naar zaterdag de wedstrijd of naar het feestje? Een eerlijk antwoord alsjeblieft. Ik naar de wedstrijd. Feesten kan je iedere week. Deze kan op een tegeltje, of ja, niet? Dat denk ik wel. Wat een uitspraak hierheen. Als ik win, ja. Dan gaan we ons helemaal klem zuipen. En dan gaan we op zondag niet naar de kerk. Ga je normaal zondag naar de kerk? Ja, af en toe wel. Oké. Is goed, hè? En ik zie een paar dames. Is een van je vriendin of zo? Of? Nee, het zijn allemaal vriendinnen, maar niet de vriendin. Oh, de vriendin is niet hier aanwezig? Nee, helaas. Oh. Ja, als die er zaterdag niet is, dan maakt het toch ook niet uit. Wat er gebeurt in de schuur, gebeurt in de schuur. Dat blijft in de schuur. Ja, dat precies hoe het is. Kijk, ja, vorige keer was je een beetje boos natuurlijk. Er was onmacht en de vogels waren lafaards. En ja, nu mag jij het dus echt gaan laten zien hoe je wel als een echte vent hoort te spelen dan. Ja, 100%. Maar of ze lafaards zijn, dat wil ik niet zeggen. Ja, dat zei je toen wel tegen mij. Ah, wat een lafaards. Juichen terwijl het 2-2 wordt. Ja, daar heb je heel goed op houden. En daar ben ik nog steeds... Daar ben ik het nog steeds mee eens. Ze deden als ze de Champions League hadden gewonnen, omdat ze 2-2 tegen Spakenburg hebben gespeeld. Ja, ik denk dat als derby's zijn, dat je dan niet blij hoeft te zijn dat je gelijk hebt gespeeld, denk ik. Ik heb het ook wel eens andersom gezien, hè? Dat de rode eigenlijk... Maar niet, dat was in de laatste minuut. En toen waren de blauwe ook aan het juichen. Dat was in de laatste minuut, hè. En Champions League? Wonnen ze toen de Champions League? Nou ja, nee. Gewoon juichen omdat je 2-2 maakt, maar niet zo. Ze deden net als ze de Champions League hadden gewonnen. Welke club heeft de mooiste mannen? Nou, dat is Spakenburg natuurlijk. Ja, maar die van mij is rood. Dat is het ergste. Ja, dat is een rode vriend. Hé, hey, maar oké, jij zegt de blauwe, gelijk volmondig. Ja, duh. Welke speler van de blauwe vind je dan zo sexy? Ja. Weet nummer niet. En zijn naam ook niet. Oh. Maar ik ben het even kwijt. Oké, waar staat hij op het veld? Voorin. Links, rechts, spits. Rechts. Die met die tatootjes. Ja. Hij is een beetje gladjak. Nee, niet zo. Hij is een beetje gladjes. Nou, een beetje glad. Ik heb het over de beweging, hè. Glad op ja, het veld. Ja, oké, dat wel. Jij denkt weer ergens aan. Wat verdikken we? Ik denk niet ergens aan. Oké. Nee, dus je hebt het over Vince Gino Dekker. Nee, die niet.
Als jij scoort, hoe juich je dan? Laat het even zien. Nee, dat ga ik niet zien. Laat het even zien. Nee, dat ga ik niet. Boy, jij moet het laten zien. Of moet ik weer dat trapincident naar boven halen? Ja, ik kan ook nogal wat incidenten naar boven halen. Moet ik dat incidenten naar boven. Dat je van de trap valt. Moet ik dat weer naar boven halen in dit interviewtje? Dat mag, maar ik ga het niet laten zien. Het is juichen of een trapincident. Juichen of een trapincident. Trapincident. Juichen, dat komt misschien nog wel. We gaan zien zaterdag. Succes. Oké, maar welke club heeft de mooiere dames? De blauwe of de rode? Ja, Spakenburg natuurlijk. Kijk een beetje om je heen, man. Oké, waar moet een meisje van Spakenburg aan voldoen om echt een blauwe te zijn? Een mooie blauwe sjaal. En dat is voor jou al goed? Tuurlijk. Heeft iemand een blauwe sjaal? Kom maar, ja, kijk, op z'n kei. Kom, ga lekker de vuur in. Succes, veel plezier. En niet naar de kerk zondag. Nou, ik zie in ieder geval dat jullie geen blauwe sjaal hebben, dus nee, ik moet niet bij jullie zijn. Nee, jullie liggen thuis. Er is elke keer een feest. Ja. Fantastisch feest bij beiden trouwens. Ja. Ben jij er wel eens geweest? Bij de feestjes? Nee, of wel? Ik ben er altijd bij. Oké. Okay. Jammer, want vorige keer stonden we nog een hapje maar te doen samen. Nou, dan weet je, als je het weet, hoef je toch niet te vragen. Ik weet het niet zeker meer. Ik ben degene die vragen stelt, niet jij, hè? Oké. Okay. Dat je het even weet. Ken je plek? Ja, komt goed. Oké. Ik zie je zaterdag, jongen. Ben je erbij? Mooi, gezellig. Ja, gezellig, tot dan. Ja. De vorige keer stond er een vrouw van 40 en bij het huis. Hij staat nog aan.